En we zoeken nog zo'n ontzettend brutale dader. Toen een 77-jarige dame even in het zonnetje wegsoeste in haar tuin, glipte die man vlak langs haar huis in. Nou, het is abnormaal brutaal geweest. Ze zorgt ervoor dat haar huis en tuin aan de Oldehof in het dorp Tuk er gezellig en verzorgd uitzien. En ze kan dat gelukkig nog zelf doen. Zaterdag 4 juni is deze weduwe ook aan de slag. Ze werkt flink door in het zonnetje. En als je dan even in je tuinsetje uitpuft, is het al snel gebeurd. Het was gewoon overdag, val je even in slaap. Dus gewoon warmte en moeheid. En dat moment is door mogelijk deze man aangegrepen om vlak langs haar door de achterdeur haar huis in te glippen. Het is doodeng, omdat je niks gezien en gehoord hebt. Dat maakt het volgens mij erger. Pas later die dag ziet mevrouw dat het boven een rommeltje is. Het dringt niet meteen door wat er is gebeurd. Oh, mijn linnenkast is ook open. Ik dacht, nou, wat moeten ze daar nog mee? Maar ik denk, oh, wacht, mijn sieraden. Ja, daar hingen daar dus ook van die dingen die ik van mijn man gehad heb. Dat is gewoon allemaal weg. Dus dat vind ik heel erg. Ook haar bankpas wordt gevonden en op een andere plek haar pincode. Daardoor kan deze man nog voor mevrouw doorheeft wat haar is overkomen in Steenwijk gaan pinnen. Zo te zien lijkt hij ervaring te hebben met zoveel mogelijk zijn gezicht buiten beeld houden. En zolang de pas het nog doet, gaat hij binnen een uur ook nog shoppen in Zwolle. Als hij daar in Zwolle een grote elektronicazaak inloopt, zien we ook even iets meer van zijn gezicht. Binnen de kortste keren vindt hij daar een dure tablet die hij met het geld van mevrouw gaat afrekenen. Mevrouw raakt zo in totaal zo'n 2000 euro van haar spaargeld kwijt, maar erger nog zijn de sieraden. Zoals een soortgelijke armband, een erfstuk en de trouwring van haar man, dat zijn verliezen die pijn doen. Ik ga wel weer buiten bezig, want ja, ik moet het gewoon doen en ik vind het ook leuk om te doen. Dat is zo'n heerlijke afleiding. Dan pak ik de sleutel, heb ik een touw aan, die doe ik om mijn nek, onder mijn shirtje. Draai ik hem wel op slot. Maar het is toch abnormaal als je hier buitenkant de deur op slot moet doen en je in tuin aan het werk gaat. Wie kan er helpen met een tip over deze man? Waar hij woont, verblijft, of u hem heeft gezien. En het liefst natuurlijk gewoon zijn naam. Wij en de mevrouw uit Tuk hopen dat u informatie heeft.